Welkom bij restaurant Lieve in Amsterdam op de Herengracht. Ik neem u vandaag mee in de wereld van de Vlaamse mayonaise. Zeer ernstige zaak. We gaan gelijk aan de slag. Afspraak 1, we gebruiken alleen topingrediënten. Ik wil scharreleieren zien, goede mosterd, mooi zout, zonnebloemolie en een prachtige witte wijnazijn. Eitje splitsen, we gebruiken de dooier. Die kloppen we een beetje op met de mosterd, de zout en de smaakgevers en de azijn. Daar voegen we druppelsgewijs de zonnebloemolie toe. En de eidooier zal de binding geven. Ik zal zeggen wat het is. Patatjes, patatjes, is stukken of in bakken. Patatjes, patatjes, als chips of als puree. Patatjes, patatjes, gekookt, geplast, gebakken. Als het met mayonaise of met stoofvlees of ketchup. Misschien word ik wel lid van de patatjes club. Zeg maar, volgens mij bestaat er helemaal geen patatjesclub. Negertje, wat dan ga ik zo inmaken en Botwintje mag daarop. Dit ging natuurlijk heel eenvoudig, zo makkelijk is het ook. En let ook even op de dikte. Hij mag echt nog van de lepel aflopen. Geen café mayonaise uit een potje die een soort drillpudding is met suikers. Dit is zoals we mayonaise graag op ons bord hebben.